si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Dich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passte nicht in deine heile Welt, doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an, verloren. Es klingelt, klingelt, aber nicht. 7 Bier, zu viel geraucht, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand, niemand sagt rauf. Und ich denk schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Oh, 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 oh. Geschoten in zijn hoofd. Hij heeft een stuk metaal in zijn hoofd zitten. Kijk, zie je. Oh, levensgevaarlijk, hè, hoor. Ik heb geen zin meer, we zijn de blut. Dus ik die dag hier, ik heb geen geld meer over. Ja, nu al? Ja. Alles is op. Nou, we hebben wat boodschappers gekocht. Ik zit een beetje ingesloten in de boodschappen. Gewoon alvast! Koenen! Gewoon alvast! Als we het maar vinden, hè, want dat is wel heel belangrijk. Want we gaan toch wel. Hey Jeroen, gaat het nog een beetje draaien? Ja, maar ik zou klaar zijn als we moeten. Ik hoor niet meer, sorry. Sorry. Ik heb er al 5 op. Kan niet meer draaien. Samigo. Hey Bob, gaat het ook? Nee, Bob.
Bobby, ja. Kaas, Bobby en de rest. Ik ben blij dat er in ieder geval één serieuze mee is gegaan. En dan worden we in ieder geval nog gered als, we, als het niet goed gaat. Als we te veel gezopen hebben, dan gaat Jeroen gaat ons redden. Dan kan hij ons in bed leggen. Dan ga ik filmen. Ga ik filmen? Nee, dit is op mijn handdruk, vingerafdruk geregistreerd. Nou, ik heb een kurk ingeslikt, dus het maakt me niet zoveel uit. Wie? Wie? Van de pool? Van de pool? Nee, die zoon van. Oké, okay, dat is wel cool, hè, Vosje? Dus even kijken wat je pakt. Mooi, goed aangekomen. Vos wereldkampioen, geweldig gereden. Van de pool ook kampioen. Bij de junior onder de koeien. Ah, lekker. Het duurt 23 graden zo'n beetje. Eindelijk een bak koffie. Dag. Ja? Dag. Is dat het enige wat je gaat zeggen vandaag? Ja. Kijk uit voor je stoel. Pas op voor die stoel. Oh, echt een heel mooi huisje. Zal ik jullie rondleiding geven? Ja, echt geweldig. Kijk. Kijk, we hebben dus het bubbelbad. Speciaal voor Jeroen en meneer Koenen. Die gaan daar samen gemoedelijk in liggen. Oh ja, we hebben ook nog een zwembad. Ja, dan gaan ze een ongelofelijke. We hebben ook safety gel gekocht van Durex. Ja. Oh ja, dit is het huisje. We hebben een televisietje. Koelkast. San Miguel. Alles erop en dran hier. Ja. En dit is een master bedroom. Oh nee, badkamer. Bad. En dit is, hier gaat het gebeuren denk ik. Hier gaat Jeroen slapen. Ja. Ja. Dit is slaapgedeelte voor twee kerels. Gelukkig twee bedden apart. Dat scheelt. Ja, en dan morgen om 4 uur vissen, hè? Of 3:30. Ja. Eten, hè? Metzgerij en bakkerij en worstwarende. Ja, was. Wat neem je? Deze, kijk dan, even kijken hier. Ja, welke is dat dan? Ach, doe een man op de camera. Nee, dat was 10 euro. Ja, voor mij frikandel. Nou, we hebben een hamburgertje besteld. Kijk eens. Niet te zuinig, jongen. Wat? Dat is allemaal voor het nageslacht, joh, dit. Het is goed. Ik weet niet of het nageslacht hierop zit te wachten, hoor. Nee, denk ik ook niet. Ja, maar jij wel? Nee. Jij vindt dat wel leuk, dat je denkt van, oh ja, weet je nog, dat was toen die eerste dag dat we daar zaten. Toen we nog jong waren. Toen jij nog jong was. Jij bent ook nog hartstikke jong. Nee. Je bent zo jong als je jezelf voelt. Ja, daarom. Nee. Hij voelt zich wel, Nou. 62? 65, mag ik met pensioen? Voor mij wel. Nee, dan moet er 2 door. Wat doen, Koenen? Weg met het ding? Nee, ik neem alles op. Alles wat happens in Spain, steeds in Spain. Of niet, Jeroen? Ja hoor, wat happens in Spain, steeds in Spain. Doe even de koelkast los. Misschien willen de mensen onze koelkast even zien. Ja, ik denk het niet. Jawel, doe maar even. Maar dan wil jij helemaal beter. Kijk, mee. Ja, Cerveza. Cerveza. En dat is Jeroens afdeling. Ja. Ja. En dat is Jeroen. Ja, dat is... We gaan zo eten. Ja, draai die camera nou eens om. Kun je zelf even opnemen. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat de mensen hier niet op zitten te wachten. Ja, sukke groot. Hoe? Sukke groot. Ja, die voor jou ja. Groter is die niet, meneer Koenen. Vliegers die hebben nog niet eens veel dik. Nee, leg er een boot mee vast, joh. Ja? Gaan beginnen.
Het gaat gebeuren. Nou, jeetje. Nou, Gerard die heeft al. Die was met zijn schepnetje in de zee geweest en die had wat gevangen. Nou, de eerste vis. Hij Koenen gelaten dan, heeft hij die overboord gegooid? En Gerard overboord gegooid? Nee, je bent wel te lui om op te staan om hem te filmen, dat is het gewoon. Correct. Heb je niet voor hem over? Correct. Riemer vakantieplaats, nou, uitgestorven, spookstad, spookdorp. Met twee hele grote criminelen die daar rondlopen, met rugzak. Waar? Oh, Gerard ziet drie jongeren. Even inzoomen. Oh, 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 boenks, boenks. Ja, we hebben toeristen gezien. Oh, daar gaat de bal heen. Ik ben toch een vieze man. Maak ik gewoon een gaatje in dan. Houdt nog vol? Nou, ook zou het nou liggen. Oké, goed. Jij ook? Zeker. Mooi. Gerard, waar ben je? Kijk eens even om het hoekje heen. Gerard? Ja? Kom eens kijken. Hallo? Hallo? Even kijken. Oké, gooi deze maar even overboord. Ja, dan zit er maar in een steun. Nou ja, dan hou je hem zo vast. Ja. En dan ga je kleren lekker vies worden. Dan ga je kleren lekker vies worden. Even rijden, jongens. Je moet even goed in beeld, hè? Je moet het ding goed vasthouden. Die lampje voorop. Ik kan die ding niet helemaal zien. Ik kan jou er ook niet op zien. Ja, jawel, zo is goed. Briljant. Staat er toch op. Zijn we naar achter doen of niet? Even, ja, doen we een stapje naar achteren. Ja. Niet te ver. En dan eventjes iets meer onder zijn pens pakken, dat hij iets rechter is. Ja. Nou, hij is glibberig, hè? Ja, hij is heerlijk. Ja, hij is heerlijk. Wacht even. Ga je even helpen. Nou, ik ga nog één keer een poging wagen. Ja. Ik zit echt onder de slijm. Ja, maar dat is vreugdeslijm, jongen. Ja, hij boert. Ja, hij boert. Als Jan nou zo doet. Zo? Hieronder? Hieronder. Nee, iets verder nog. Ja. En die kop iets hoger. Ik wil de boer even wegvegen, dat is wat leuk. Schiet je wel op, want ik zit niet zo lang. Ik zit klaar. Ja, doe maar. Zet aan. Hij is al lang aan, man. Oh. Ja. Ik heb alles gefilmd, 40 minuten en seconden. Oké, briljant. Nou, klaar? Meneer. Nou, we hebben er één. Daar doen we het voor. Nou, in ieder geval, we hebben in ieder geval wat gevangen. Morgen komt die kanje wel. Dus. Hoorden jullie het? Zo is het. Hey, hoe voel je je nou de day after? Oh, lekker hoor. Hoezo lekker? Ik kan me dat toch niet voorstellen. Ja, voel je goed? Ja, zeker. Nou, fijn. Ik heb hier meer van gevoeld dan jullie niet, dus top. En dat vind je grappig? Ja. Dit zou wij. Amusement, jongen. Oké. Gerard. Hij denkt dat ik me rot voel omdat hij meer van gespeeld heeft, maar ik heb hem gevoeld en hij niet. Dus ja, dat is een win-win-win situatie, zeg maar. Win-win. Ik hoor weer allerlei rare geluiden uit die badkamer komen. Nee, dat is de wasmachine. Nou, ik hoor hem. Zo, dit was even nodig. Had zich 3 dagen lang niet gewassen en nu hadden we zoiets van, nu moet het even gebeuren. Lekker in de voorwas. Je ziet wat er van komt. Lekker in de voorwas.
Heerlijk. Washing your wheel. Hallo? Hallo. Ik heb zo'n dikke witte pens weg. Wie bent u? Ik heb een inzoomen moment. Het is wel lekker druk hier, hè? Stik maar voor. Ja, het is super gezellig op dit strand. Hele warme sfeer. Het is echt zoveel te doen hier. Echt niet meer normaal, jongen. Net dacht nog een man of vijf. Eén grote party hardcore hier, jongen. Ik zweer het. Maar toen kwam Erik. Iedereen nam de benen. Hè, wat? Iedereen is weg. Mond dicht, jij. We hebben nog geen één Pino gezien. Ongelooflijk, nog niet één. Dat is wel een mooi gedeelte. Even naar Shira kijken. Kom. Dag. Wil je nog wat zeggen tegen je kinderen? Tegen mijn kinderen? Dat ik van ze hou. Dat is cliché, zeg. Heb je ook nog wat anders te melden? Nee? Let jij nou tegen die kleine zegt van ik haat je. Oh, dat staat allemaal op de band in. Dit ga je knippen en plakken, denk ik. Mijn leven verpest. Ik weet niet wat het is vandaag met Jeroen, maar hij is opgestaan en er kwam niks zinnigs uit. En hij is doorgegaan tot vandaag en er komt nog steeds niks zinnigs uit. Elke keer de laatste die opstaat. Ja, onze. En het ergste is nog, we hebben meerval verspeeld van meer dan 1,80 meter. Ja. Waarom? Wij willen daar een antwoord op. En dan zeggen, ja, maar ik heb hem lekker gevoeld. Dan zeggen, ik heb hem lekker gevoeld, jullie niet. Ja, maar waar is de vraag? Waar voelde die hem? Heel diep van binnen. Ja, oh, het staat allemaal op de band, dit. Dit staat allemaal. Een trauma krijgen van. Levenslang. Bizar. Nou, hoe voelde dat, Koen? Oké. Doe je het ervoor? Ja. Ja? Dit is goed zo? Ja, is het goed? Oh, jongens. Geweldig. Nou, met z'n drieën op een rij. Is het goed? Ja. Ik wil even alles filmen hoor, want dat vind ik wel net zo leuk. Mooi man. Yes. Top. Ja. Ja, jij zei dat hij niet zo groot was. Ik denk, ja, flikker een end op. Dat kan nooit, man, niet zo groot. Zo hard? Moet je draaien, dan maakt het. Dan is hij redelijk snel binnen. Nee, hè? Nou, volgens mij ging hij gewoon met ons mee. Als je nou zo bent. Zo? Ja? Hij is 2 meter. Nou, Koenen, het is de vis die je wou, Wiebert. Hey. Het is de vis die je wou, jongen. 2-10. Hey. Geef me de 5, kerel. Hey. Geef me de 5. Klasse, jongen. Ja. En jij zei dat je het vertrouwen al was verloren, hè? Ik zie het maar. Je zegt, ik zei nog, gewoon blijven wachten en laten. Dat is bestaat, trouwens. Zo. Ja, next. Heb je nog niet op? Ja, hij staat wel op een koor. Nou, Koen, jij maar, hè? Het is wel groot. Ik krijg hem niet helemaal op. Kijk, verhalen van een postje, hoor. Koen, een mooi pijpvis, of niet? Oh. Ja, dat is echt niet normaal. Zwaar, hè? Ja, zwaar. Ja, joh.
een echte drie zitten. Nou, dat doen we dus dat, door. Dat wilden jullie graag. Ja, hè? Dat is een van de dingen die we graag willen. Ja. 2 meter 3. Ah, yes! Wie hebt vrijlaten? Doe maar Gerard, het is jouw vis. Hier zo. Wil je hem vrijlaten? Kom meneer Koenen. Komt ie. Ja, ik laat hem gaan. Wauw. Ik geef je een nieuwe naam. Ik noem je de Paddleman. Ja, dat kan ik me voorstellen. Beetje Paddleton. Ik noem je vanaf nu de Paddleman. Ja. Ja, de zwaar kut. Mijn werk noemen ze me de sloper. Ik weet ook niet waarom. Nee, gek hè? Weet je hoe we hem noemen? Wil je het weten? Captain Chaos. Captain Chaos. Ja, ja, zeker. Ik kan hem dus wel. Mag je het even voelen? Gaat hij goed, Jeroen? Maar all the way. Hij zag hem ook zelf, hè? Echt heel goed. Hoeveel gaat het worden vanavond? We hebben hem nu voor donker al, joh, heen. Dat is ook zijn wens. Hij is niet extreem groot, volgens mij. Ja, dat weet je helemaal niet. Dat weet je. Hij kan hem aardig pompen. Goed. Oh, dat gaat goed. Dat gaat goed. Hij heeft zelfs om meteen echt een half uur nooit zuurstof nodig om bij te komen. Kan allemaal. Wat zeg je? Ik wou het even weghalen. Ik had gisteren bijna een traan in de ogen. Dus jij deed je even een beetje te houden? Dat is zo verschrikkelijk mooi. Dat is echt, hij ging zo uit zijn dak. Je doet het goed, Jeroen. Ja, daar kan je mooi mee op de foto, jongen. Ik kan je ervan sluiten. Maar iets groter, denk ik. Ja, zeker 1,40 meter. Ja. Okay. Ja, hij gaat hartstikke goed, jongen. Ja, toppie klaar, hij gaat onder de boot door. Aan de kant staan. Zijkant. Kop naar beneden. Kop naar beneden. Deze vecht beter als die van jou, Koen, hè? Ik wil niet heel veel zeggen, maar... Ik was gewoon sterk, jongen. Ik was gewoon sterk, ja, vast. Ik was 3,5 minuut bezig. Ik kan er echt niet sterk. Wat een school. Ja, mooi, hè? Wat een school, hè? Nou, dit is zo van... Goedemorgen. Ja, dat ga je gewoon zien, de manier van drillen. Dat is echt zo. Ja, hij gaat het helemaal goed. Ja, hij gaat het. Echt? Ja. Ja, dat is echt niet normaal, joh. Ja, komt Jan. Oh, het is mooi, hè. En je weet dat Jeroen gaat zo nog een keer, hè? Ja, je hebt hem er ook op staan. Ja, klopt, Jan. Ik denk dat hij hem nog een keer smeert. Ja, dat doet hij ook. Hij tikt hem zo aan en dan gaat hij nog een keer. Ja? Ja. Gaat hij hem zo aanraken? Dat is om hem ja. Zijn
energie. Kijk nu, ja. Zie, gaat ie. Even zijn energie te laten. Ja, daar geeft hij zich over. Komt hij nog een keer? I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Gaat het nog? Hij was. Ja, hem jongen. I played all my cards. And that's what you've done. En nou weet je het, nou mag je de hele vakantie uitrusten. Oh, hey, je hebt hem, kerel. Ik ga even kijken, jongens. Ah, dat wil je over jou gedaan hebben. Zo. Hey. Gefeliciteerd, hoor. Jeroen. Fuck. Daar is hij wel, denk ik. Oh, stinken. Jezus, Mina, wat is dat voor lucht, joh. Grandioos gedaan, hè. Mooi, hè? Ja, hij is helemaal op, joh. Hij is helemaal munt. Jouw vis. Hey. 13 minuten, jongen. Yes. Weer een 3, hè? Weer een 3. 13 minuten gedrild. 13 minuten, jongen. Oh, dat is zwaar. Dat maak ik nooit weer mee. 5 minuten 43 ben ik aan het... Ik ben hem helemaal aan... Ik heb hem ook helemaal gefilmd. Oh, nou, ik wil hem nou even op de film zetten. Als je even naar de kant wil gaan, Jeroen, dan zet ik hem even eerst op de film. Dat is ook voor jou, hè? Dat is gisteren, hè? Ja, ja, hij is zo fijn. 2 meter, hè? 2 meter, hè? Hij zit weer te schijten. Wat is dit voor vies beest? Dat is een vrouwtje, joh. Gaat hij? Londen tot boven. Even helpen? Nee, moet niet op je broek hebben. Nee. Ik denk dat je alles op je broek wil hebben, of niet? Wacht even, hoor je rond. Wat een beest, man. Je handje eronder. Ja. En probeer die vis een beetje te kantelen. Juist. Kijk of hij niet is. Ja, moet niet zo trots kijken. Goeie dag, hé. Gaat dat beestje rustig, joh. Oh, die gek. Wil jij doen met je... Hou ze gek spartelen. Spartel als een gek. Heel erg mooi. Zijn kop iets naar voren. Ja, was even. Ja? Ja, zo ja. Zo is cool. Even in zijn bek. Dat is een hele mooie foto. Dit is een hele mooie foto. Ja. Even in de kant. Even in zijn bek kijken. Even in zijn bek kijken. Oh, wow. Maakt het nog maar een feestje. Goeiemorgen, wat een smoelwerk. E-mail, want anders stuur ik er wel wat door als je dat gaat. Sta naar achter. Ja. Je hebt goed gezien, Jeroen. Daarna kan het toch. Oh shit, gek. Wat doe jij nou? Ik heb het geprobeerd te filmen, maar... Valt er niet af, hè? Nee.
Lekker waar. Zonder dat die onderlijn niet. Niet ver opdraait. Zit je op die bak te doen. Lekker aangeslagen. Lekker. Goed vasthouden, Paul, daar gaat ze. Niet net zoals die sloeken Zweden. Hou die engel goed vast. Moet je die zo voel eruit zien, moet je kijken. Gefeliciteerd maatje. Ja, dankjewel. Toep man. Ongelooflijk, zes. Mooi hè? Ik dacht steeds dat ik kwijt ging raken. Kijk. Even kijken, zoomen. Komt voor jou erop. Klik er maar gewoon een aantal. Klik, klik, klik. Ja. Wat was zoomen nou? Was dat die bovenop? Ja, bovenop. Ja. Als je, Gerard, als je die staart een beetje... Ja, dat is een beetje groot. Nee? Juist. Nee, die andere is voor mij. 2,02 meter. Alle hengels liggen nog hiernaast. Dat was de tweede hengel die we uitlegden. Ja, weet je allemaal. Nou, serieus, iets verder naar achterin bij, man. Ja, dat is goed. Ah, toplaag, toplaag. Kan jij dat goed? Komt-ie al. Dat is een kleintje. Ja, dat is wel een. Kijk maar. Oh. Nou, kom, we gaan naar huis. Je bent van deze wereld. Je zal je moeten verder. Waarom moet je dat nou zeggen, Guppie? Nou, bijna iedereen krijgt wat stuk onder. Zo, bijna maar hoor. Ik heb het voor je na doorgegeven. Ik vind jullie echt niet op, hè. Echt. Hoezo? Nou, er zijn veel goede mensen. Maar het is een Guppie. Maar het is ook een vis. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen. Ja, dat is goed, joh. Maar dit is wel een record, hè? Hoeveel seconden? Hij ja, is toch een mooi bezig. Ja, dan neem ik hem wel even over als het mag. Dat vind ik ook wel heel cool vinden. Ja? Klop, kom hier nou zo. Je moet niet. Nee, nog niet, maar oh, dat is zo. Omdat hij al klaar staat. Ja, ik ben je aan het filmen, jongen. Ja, maar het koor. De faster I will run. Ik ga niet trekken, trek me door. You can deny me. You can decide to turn your face away. No matter how there's something inside so strong. I know that I can lose. Je ziet erop zo straks. Dan trek je hem dwars doorheen.
something inside so strong. Ja, dat zegt niks. Nee. Nee, dat zegt echt niks. Het is net alsof je een van het liefje hebt. Je zou bijna zeggen, hè, Pascal, dat het hetzelfde beest is, hè? Zou je bijna zeggen? Nee? Dat weet ik veel. Een 98. Ja, niet centimeters, maar 1 meter en 98 centimeter. Adios! Dan gaat Jeroen... Daar in die haven. Dan gaat Jeroen ons brengen. Jeroen gaat ons weer thuis brengen, elke keer weer. Jeroen, Jeroen, waar gaan we heen? Jeroen, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Eh? Wij gaan naar het huisje. Gaan we naar het huisje? Wacht, hey, ik ben nog niet... Koenen was echt nog niet binnen. Oh, wat erg. Wat is dat? Daar je nou met de camera in mijn snuit? Al stinkt hij naar vis, jongen. Maar het is één voordeel, het stinkt niet naar rotte vis. Nee, naar slijm. Hallo! Zit er wel een lamp op? Oh, sorry. Ah, zo. Vandaar dat hij het niet deed. Godskanonnen. Wat is lekker, dat? Lekker hoor. Nou. Je hebt het leven uit mijn ogen gehaald. Zo ongeveer. Man, hier liggen drie dode vissen. Ja, en ons brood halen. Zie je? En zo gaat het de hele week al. Er is gewoon een klote aan hier. Ik ga nou eens bier halen. Klote vissen. Oh nee, brood. Brood, geen bier. Je hebt net je eerste biertje lang op zitten. Het is 9 uur. Het is 10 uur. Dat is een super. Dat donderen en drop jij. Ga nou. Ja, maar ik heb geen portemonnee. Ja, schiet. Chaot. Echt een chaot dit, hoor. Mr. Chaos. Ja, dat ben je, ze zeggen wel eens tegen mij dat ik Captain Chaos ben, maar... Misschien is het wel duurder geworden, ik zou wat extra meenemen. Ja, of ik moet lekkere broodje meenemen van dat. Kan ook, hè? Lekker croissantje of chocoladebroodje? Nee. Kom. Jij hebt nog chocoladebroodje. Ja, er liggen er hier nog 3 chocoladebroodjes, misschien wel lekker voor jou. Als je vindt dat je graag ergens anders wilt zijn, dan ga dan. Nu gaat die sloom heen. Zoute zee slaat een lieve zilte zee. Boven het vlakke land trilt stil de warme. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Warm fase 2 is nauwelijks nog. 18? 18 van die dingen bij. Het is tot de politie. Ja. Ben je ook nog goed gestoord, hè? Ja. Ja, dan. Ja. Hey, beeldvulling weer. Beeldvulling. Beeldvulling. Echt waar? Ja, beeldvulling. Ter opluistering of niet? Nee, maar je ging er in één keer voor staan. Ik had je zoon in beeld en drie. Dat is niet zo gevaarlijk, joh. Dat steekt me weer bijna neer. Goed zo, Jeroen. Ik zag hem niet eens aankomen, terwijl je kijkt. Huh? Ik zag hem niet eens aankomen, terwijl je kijkt. Je bent levensgevaarlijk, jij. Wat spoor, hè? Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk, daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug.
dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vleug. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol om het felle licht te zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boule. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend. Maar ach, aan alles komt een eind. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Kleurt weer langzaam alle bomen. Ik heb 's nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we 's nachts buiten op het strand. En 's morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot een end op zee. Het is jammer dat het overging. Het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij.